kaarsen vindt u de zwarte thee in de hal van het huis. En de liefhebbers van witte thee, oftewel kruiden thee, hierboven. Dus graag de zwarte thee liefhebbers naar de hal van het huis. En de minnaars van witte thee naar de kamer van de leerlingen in de klas. Wel verstaan en je weet. Oh, ik zie niet alle handen. Dat is nog een samenwerking van orde en beweging, hè? Ja, beweging. Oké, dus dit lukt wel. Het moet ook niet te hard klinken, want we willen muziek maken. En dus het is ook een beetje uitproberen hoe of het klinkt nu. En we gaan ons allemaal ons best doen, dus dat moet lukken. Ja, wat ik eigenlijk een muzikale meditatie, dat heeft eigenlijk geen uitleg. Want de ene keer is het zus en de andere keer is het zo. En het moet altijd ergens uitvallen. Het moet komen. En wat ik dan vandaag heb gepland, is om samen met jullie allemaal te zingen. En dan weet ik altijd dat er in de gedachten omgaat, oh, maar ik kan niet zingen, of dat heb ik nog nooit gedaan, of zoiets. Nou, dan hou ik mijn mond maar. Maar ik weet dat het niet nodig is. Iedereen kan zingen en we zullen hopen dat het vanmiddag ook lukt. Jullie hebben geloof ik een papier uitgereikt gekregen. Heeft iedereen dat? Niet. Nou, het gaat om voornamelijk om de woorden. Want de muziek, daar heb je dat papier nauwelijks voor nodig. De woorden die we zullen zingen zijn van Hoe zit u nou aan het gaan? Die zijn uit een Nichtan. Speak to me from within, my Lord. The ears of thy servant are listening. Speak to me from within, my Lord. The ears of thy servant are listening. De vleugel zit, zal proberen om mijn kleine stukjes te volgen. Het is dus, het begint met, ik zal eerst de tonen doen en nog niet de woorden. Dus, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, was dat de woorden, ja, daarachter, ja. Nou, het kan zijn dat ik het niet helemaal hoor.
Er is namelijk een moeilijkheid in dit hele stukje. Het is namelijk, dit is nog makkelijker. Dat is nog makkelijker. Maar dan. Zullen we dat even samen doen? Dat zijn dus de grondtonen. Nu gaan we dus de woorden daarbij zingen. Speak to me from within, my Lord. The ears of thy servant are listening. Speak to me from within. Ga het niet te langzaam maken, want dan wordt het een beetje zwaar. En omdat we met zoveel mensen zijn, wordt dat dan zoveel maal vermenigvuldigd. En dat is natuurlijk wel, het moet licht blijven. Want ook als je met God, als je God vraagt om tot je te spreken, dan vraag je dat, dan hoop je iets lichts te horen en dat doe je dan ook. Dus speak to me from within my dat is, dat overdrijf ik, maar dat zou het een klein beetje kunnen komen als je niet heel erg van bewust bent dat het heel licht is. Dus speak to me from within my Lord. Ja, heel mooi. Nou, we gaan nog een keer. Nou, probeer maar een beetje daarbij aan te sluiten. Ja. Dus, ik doe eerst even een maand tapura en dan gaan we beginnen. Ja? Dus. Zingt de buurman of vrouw ietsje minder licht. Dus
Zelf moeten we eigenlijk het gevoel hebben, ik wil het licht brengen, zodat dat licht ook overal aanwezig is. Dus. Speak, Lord.